Ruim 2200 wandelaars deden mee aan de Bokselse avondvierdaagse. Wij namen een kijkje tijdens de intocht van vrijdagavond. Hey meiden, hoe gaat het met jullie? Goed. Ja, gaan jullie het volhouden tot het eind? Ja, ik ga het wel volhouden. Staat er nog iemand op jullie te wachten op de markt? Mijn mama komt. Ik zie dat je al heel veel medailles hebt. Klopt. Hoe vaak heb je al meegelopen? 6 keer. Goedenavond. Hallo. Hoi. Hey. U doet ook mee met de avondvierdaagse? Jazeker. En dat op die Havana slippers? Ja, ik ben niet alleen hoor daarmee. Oké, wie loopt er nog meer op slippers? Maatje. Ja, hij verzaakt een beetje. We lopen normaal met z'n drie op slippers. Oké, dat is een soort van traditie. Ja, nou, die is dus nu doorbroken. Beetje jammer, hè? Ja, maar wel een diehard dat jij het nog even doorzet. Maar de 5 kilometer, hè? Dus wat dat betreft valt het ook wel mee. Nou ja, ik vind het wel een topprestatie op slippers. Ik doe het je, Nina. Als ik ze daar niet bij ben... Goedenavond dames, voor wie staan jullie hier? Voor Ryan. Ryan, en Ryan is? Ryan is 7 geworden, sorry. 7, en hoeveel kilometer loopt hij? 5. Bent u niet ontzettend trots op hem? Jazeker ben ik ontzettend trots op hem, jawel. Als u dit zo ziet hier. Nou, ik zou bijna willen vragen om de camera een beetje te draaien. Volgens mij hebben we dan precies het juiste gevoel te pakken. Want ik denk dat hier gaat het om. Mooi weer. Allemaal sportieve mensen, jonge mensen. Mensen in rolstoelen bij. Ja, fantastisch. Ja, mooier kan het niet. Beste mensen, welkom op deze stralende vrijdagavond. Het was gisteren even anders. Was het warmloos weer. Maar vandaag, het zonnetje schijnt. Veel publiek. Het kan niet beter. We gaan over tot de prijsuitreiking van de avondvierdaagse van 2019. 48 keer een avondvierdaagse organiseren van de sportvereniging De Keistampers. Ik zou eens willen zeggen, hand op elkaar voor deze geweldige vereniging. Want de Angela School is derde geworden. Proficiat. Ja jongens, jullie kunnen niet allemaal op podium, want 2 jaar geleden zijn we bijna gekanteld, dus dat moeten we niet willen. En de nummer 2, ja jongens, het was toch wel spannend, maar het is de Vosspoel. Nou, wie van jullie gaat toch wel in het gat? Oké, nou dan gaan we. Volgend jaar hebben we dus de 2 concurrenten erbij. En de voornaamste concurrent volgend jaar is de eerste van dit jaar, de Peterschool. Kom erop. Kom erop, jongens. Wie gaat de beker in de Frans nemen? Hier is hij. En dan zie je er een kleine jonge dame met een paar hele stralende ogen. Die staat helemaal vooraan. En die kan volgens mij de beker het beste laten zien. En dat mag jij doen. Proficiat aan allemaal. Ja, ik zie jou. Gefeliciteerd.